Hi, goedemorgen. Ik was bezig met de make-uppen. Voor de dag gewoon. En ik dacht, we kunnen we even bijpraten. Ik heb al een tijdje niet opgenomen. Ik ben even op zoek naar iets. Zoek. Die ligt hier niet bij. Waar ben je? Oké. Nou ja. Nou goed, ik dacht, ik deel met jullie dat ik gisteren naar de film ben geweest. Op zich is dat niet heel bijzonder, want dat doe ik regelmatig. Maar... het is dan wel weer bijzonder dat ik... dat wil vertellen... ik ben naar de film geweest van The Expendables. En ik hou ervan. Zo schiet maar raak voor een knaak, weet je wel. Dingen die ontploffen en zo. Ik vind dat helemaal te woepie. Dus wij naar The Expendables. Dennis had hem al gezien, want die was naar zo'n... mannenavondachtig iets geweest met Wessel. Dus, nou, prima. Dan speelt die Megan Fox daarin mee. Oh, als je de film nog wil zien, doe het dan niet, want ik ga echt spoilen in dit verhaal. Ja, die Megan Fox. Nou, ik vind dat een draak van een giet. Ik weet niet waarom. Het is gewoon niet mijn type. Zullen we het daarop houden? Voordat ze zich zo liet verbouwen, was het een hartstikke leuke meid. Nou, daar is niks meer van over. Maar buiten dat... ik vond het een leuke film. Het was echt een Expendables film. Het enige wat ik had, op een gegeven moment zitten ze op een boot. En dan, ik wist ook wel gelijk de clue van wie dan de boef was. Dus dat was niet heel erg goed. Het verhaal was natuurlijk niet heel sterk. Het is de Expendables. Maar ik miste wel een aantal karakters die in de vorige Expendables wel zaten. En nou kan ik me voorstellen dat Bruce Willis natuurlijk niet meer meedoet. Want ja, dat wordt een beetje lastig in zijn geval. Maar ik vond de rol van Sylvester Stallone vrij minimaal. Het ging eigenlijk voornamelijk om Jason Statham. Dat ik op een gegeven moment zoiets had van, is het een one-man show? Ja, zeg ik, de boef, zeg maar, was redelijk duidelijk.
En het was absoluut een leuke film. Maar het is natuurlijk geen hoogstandje, hè? Het blijft Expendables. Maar ik miste wel... Wat ik zeg, ik snap dat er geen gastoptreden meer kwam van Bruce Willis. Want ja, die is ziek. Maar dan miste ik nog wel een gastoptreden vanuit de vorige films. Was het altijd wel grappig dat ineens zo Arnold Schwarzenegger kwam. Of Jean-Claude Van Damme. Of hoe heet die gozer van The Lone Wolf? Ja, nou weet ik ineens niet hoe die heet. Dit is heel vervelend. Mijn camera probeert zich nu te focussen op mij. En die volgt dus wat ik doe. Wacht even, ik ga het even uitzetten. Oké, als je het echt heel vervelend vindt, moet je me dat laten weten. Maar ik ben er gewoon iets nieuws aan het proberen. En ik had een knopje en ik dacht, ik druk daarop. Nou goed, het was een hele grote zaal in de bioscoop in Hoorn. En er zaten 7 mensen. Het was zeg maar de zaal. Ze hebben er 7 in Hoorn. En zaal 7, zeg maar, is dan echt wel met die boxstoelen en is echt wel, zeg maar, de meest luxe zaal. De grootste zaal. Maar ja, dan moet je dan een film gaan laten spelen om 7 mensen. Misschien was de tijdstip, want het was 16:45. Dat is natuurlijk ook echt de meest onhandige tijd. Maar wij vinden dat soort dingen wel heel fijn om te doen. Zo van die rare tijden, want dan hebben we daarvoor en daarna kun je gewoon eten en je bent weer een beetje in normale tijd thuis. Dennis is een ochtendmens, dus die wil altijd op tijd naar bed en nou ja, goed. We hadden dus extra vroeg gegeten en we waren 19:30 of zo weer thuis. En toen kon Dennis nog gaan lopen met Lulu. Want die moest toch in Hoorn uiteindelijk weer terug. Om Wessel op te halen. Want die was uit eten in Amsterdam. Dat maakt allemaal niet uit. Dan kon ik voetbal kijken. De mannen houden daar niet van. Dus prima. Maar goed, de film. Ja, het begint een beetje langzaam en een beetje... Ja, een film moet altijd een beetje op gang komen. Als het eenmaal op gang komt, is het echt... Als je niet van bloederige films schiet maar raak voor een knaak houdt, dan moet je hier niet heen. Wie er ook in speelt is 50 Cent. En die... had ik niet herkend. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou daar ook geen nummer van kunnen opnoemen. Ik zou daar niet... Nee, gewoon geen vorm van herkenning van mijn kant. Ik weet niet hoe dat met andere mensen is. Ik ben daar ook helemaal niet in thuis, helemaal niet mijn soort muziek. Geen idee. Wat ik zeg, Chuck Norris, The Lone Wolf. Dat is Chuck Norris. De boef is trouwens Andy Garcia. Die speelt Terry Benedict in... Oh,
Ocean's 11 en Ocean's 12 en dat soort films. Dus dat, die herkende ik gelijk. Ik ken hem natuurlijk al heel lang. Nou, niet persoonlijk. Laten we... Voordat mensen dat gaan denken. Ja, al met al... Sylvester Stallone gaat dood. Maar aan het einde leeft hij dan weer. En dan... Nou ja, goed. Dat is een beetje... een rare twist. Maar eigenlijk... speelt Sylvester Stallone dus in het grootste gedeelte van de film gewoon niet mee. Wat ik jammer vind. Want ik vind de Expendables... draait toch een beetje om Sylvester Stallone. En de originele Expendables. Volgens mij daarvan over... Sylvester Stallone, Dolph Lundgren doet mee en Jason Statham. Maar verder niet. Jet Li doet natuurlijk niet meer mee. Mickey Rourke heb ik niet gezien. Ja, dat is jammer. Want dat zijn toch wel gezichten. Ik denk, ja, dat is altijd leuk. Ik vond de strijd leuk altijd tussen Jet Li en Dolph Lundgren. Weet je wel, dat... Maar goed, dat kan gebeuren. Uiteindelijk heb ik me prima vermaakt. En is het zeker als je ervan houdt. Schiet maar raak en knaak. Een leuke film om heen te gaan. Het is helemaal niet een straf om daar... twee uurtjes te zitten om naar zo'n film te kijken. Ik vond een eyeliner, dus ik ga proberen een eyeliner te doen. Ik ben er gewoon niet goed in, hè? En misschien moet ik het gewoon vaker doen. Ik zie ook dat die stempelt. Wat ik ga doen is een heel klein beetje. Met een beetje nagellak wou ik zeggen. Oogschaduw eroverheen. Zo. Maar goed. De film. Als je ervan houdt. Ik geef de film een 8. Ik vond het gewoon vermakelijk. Het zijn natuurlijk helemaal geen weet je hebt van die films dat je echt denkt wauw, dat is goed geacteerd en een goed verhaal en dat was dit niet. Nee, dat was dit helemaal niet.
Maar dat geeft niet. Want we hebben niet altijd zin in om naar een heftig verhaal te kijken, zeg maar. En ik hou van de bioscoop en ik hou van lekker even. Dan ben je even eruit. Maar je hoeft niet per se, zoals in een restaurant, zeg maar, een conversatie met elkaar aan te gaan. Niet dat ik dat niet wil, dat doe ik wel, maar ik praat de hele dag met Dennis. Dus wat dat betreft is het prima. Het is iets heftiger geworden dan een everyday lookje, heb ik het idee. goed, ik geef de film een 8. Ik vond het leuk. Ik vond het vermakelijk. Ik vond het prima voor een avondje uit. Ja. Ik ga even mijn mascara opruimen. En dan bedank ik jullie voor het luisteren en het kijken naar mijn verhaal. De spoilers viel wel mee. Maar het is zeker een leuke film om een avondje met je man weg te gaan. Of met je vrouw. Of met een vriendin. Of een vriend. Of je zoon of dochter als je daarvan houdt. Moet je allemaal zelf weten. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!